Een Russische uitvinder zegt dat hij het middel heeft gevonden tegen energieslurpende auto's, motoren, brommen, scooters, noem maar op. De elektronische ultramotor. Er hoeft geen fossiele brandstof meer in. Hij is licht en oplaadbaar en is veel zuiniger dan de gewone elektromotor. Volgens de Rus zit de hele wereld op zijn uitvinding te wachten. En naar de eerste verkoopsresultaten te oordelen, krijgt hij nog gelijk ook. Uitvinder Vasily Shkondin laat ze maar wat graag zien. Twee- en driewielers, aangedreven door compacte elektromotoren van het formaat langspeelplaat, die direct in de wielen zijn geplaatst. Het principe van deze motor is relatief simpel. Binnenin zitten twee ringen met magneten en die zorgen met behulp van wat wisselstroom uit een accu voor de aandrijving. Они бегут и меняют полярность вот за счет этого процессора, электромеханический триггер называется. И вот он на притягивание, отталкивание, притягивание, отталкивание, отталкивание, притягивание, понимаете? En ook als je dat niet begrijpt, zie je dat het wel werkt. Een snorfiets die niet snort. Met proefmodellen zijn al snelheden tot 140 km per uur gehaald. En het aantal toepassingen is onbeperkt. En dat allemaal met wat accu's die in een paar uur opladen en het dan relatief lang volhouden. Он возвращает энергию, даже если на подъем идет. Вот он идет на подъем и возвращает назад в аккумулятор энергии. Daardoor presteert de ultramotor stukken beter dan elke elektronische concurrent, is zo'n 10 keer zuiniger dan een gewone verbrandingsmotor en in het geval van deze elektrische snorfiets kun je de energie zelfs met eigen spierkracht opwekken. Вот на этом велосипеде, если вы будете крутить педали, проедете 1 километр, то ровно на 1 километр вы сэкономите, зарядите энергию аккумулятора. Bezuinigen op energieverbruik met een schone motor. This is going to be a big success. In tijden van global warming trekt dat natuurlijk investeerders aan. In dit geval een Amerikaan met grote plannen. We hope within the next 5 years to build Sony or Nokia of electric vehicles. India is de eerste markt waar het elektronische wonder sinds kort in een paar varianten van 150 tot 600 euro te koop is. We've sold over 5000 in, what is it, 4 or 5 weeks. En de ultramotor wil verder. De volgende introductie is in Zuid-Europa en daarna zal ook Nederland snel volgen.